Peter, het wordt uiteindelijk 4-1 hier in Amsterdam. Als je teletext gaat kijken, denk je, nou, dat is een makkelijke overwinning voor Ajax. Maar alles behalve dat. Nou, op het eind wel. Maar aan het begin zeker niet. Ik denk dat tot de 3-0 en het een echte wedstrijd was, vond ik ons vaak de bovenliggende partij zelfs. Alleen, ja, hoeveel kansen heb je nodig om in Amsterdam te scoren? En hoe mooi moet je ze krijgen? Ik bedoel, 1-op-1 met de keeper, bijna mooier kun je ze niet krijgen. Ja, dan moet de keeper aan de zijkant gaan staan. Maar goed, je moet wel scoren. Als je ziet hoe wij die doelpunten tegenkrijgen, is dat natuurlijk is dat niet best van onze kant. We hadden hele goede kansen die we misten en Ajax scoort ze wel. En dan uiteindelijk is het 4-1 inderdaad. Ja, is dat de simpele conclusie van vanmiddag? Ja, we hebben niet genoeg gescoord. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar niet gescoord. En dan weet je dat je bij Ajax andersom kan verwachten. Ja, hoe frustrerend is dat? Want je speelt goed, je creëert kansen, 6 stuks zo'n beetje in de eerste helft. Maar ze gaan er niet in. Ik bedoel, dat lijkt me het vervelendste wat er is in het voetbal. Tuurlijk, uiteindelijk werk je om de goals te scoren. En met goals kan je winnen. En dat, je speelt goed voetbal en je wint niet. Ja, dat is gewoon een heel naar gevoel. Maar bij elke kans moet je gewoon weer omschakelen en zeggen, ja, de volgende gaat er wel in. Maar dat bleef vandaag helaas uit. De wedstrijd verliep zoals wij dat van tevoren voorspeld hadden en graag zouden zien. En ik vind dat we daar van die ruimte achter hun achterhoede optimaal geprofiteerd hebben de eerste helft. Alleen je moest ze wel afmaken. Ja, dat is iets wat in het voetbal nog steeds het moeilijkste schijnt te zijn. Hè? Dat lijkt me ook vervelend voor een trainer, want ze doen alles goed, denk ik zo. Maar behalve dat laatste gedeelte. In balbezit vind ik dat we bijna alles goed deden, ja. Alleen dat laatste zetje verdedigend vond ik dat er wel wat op aan te merken is, hoor. 2 minuten na rust, weet je, je maakt plannen natuurlijk met elkaar. En ja, die kun je dan bijna misschien in de prullenbak gooien. Nou, uiteindelijk moet je toch ook doorgaan, ook na die 2 minuten na de rust. Inderdaad, het viel echt op een verkeerd moment. Want je wilt doordrukken, je wilt scoren, je wilt naar een gelijkmaker toe werken. Dan krijg je weer een domper, maar ja, dan moet je ook weer kunnen opstaan en weer verder vechten. Wanneer gingen de hoofdjes definitief naar beneden? Was dat bij die 2 of die 3-0? Nee, bij de 3-0. Vlak voor rust kom je achter, vlak na rust, ik geloof 2 of 3 minuten, scoren zij vanuit die vrije trap al de 2-0. Maar toen vond ik dat we nog steeds kansen kregen. En bij 3-0 dan zie je op een gegeven moment dat die kopjes gaan hangen en dat het geloof weg is.